mensen, mijn naam is de Mad Luigi en pas geleden hebben wij een hele nieuwe trailer gekregen voor Sonic Frontiers. En dit is misschien wel de beste trailer van de game tot nu toe. Maar ja, dat zegt niet zo heel erg veel aangezien we het hebben over Sonic Frontiers. De marketing van deze game was niet bepaald goed. We hebben al verschillende video's gemaakt over deze game. En deze game komt binnenkort in november uit. En natuurlijk moet ik toch eventjes nog een video maken over deze hele nieuwe trailer. Daarbij zijn er hier en daar wat dingen naar buiten gekomen. Wat leakerino's. Wat videobeelden van gameplay die we eigenlijk nog niet horen te zien. Ja, ik zeg altijd dat ik geen fan ben van leaks, maar dan toch besluit ik er een blikje op te werpen. Deze blauwe verpakking is gewoon zo belangrijk voor mij. Ik wil gewoon goede dingen van hem zien. En ik ben de hele tijd geïnteresseerd in nieuwe gameplay en nieuwe trailers van deze game. Alleen Sega geeft zelf vrij weinig. Ze laten vrij weinig zien echt aan het publiek zelf. Je moet echt naar deze events gaan om de game te spelen, uit te proberen en om meer gameplay ervan te zien. Dus vergeef me dat ik één keertje mijn moraal breek en kijk naar wat geleakt ik gameplay. De geleakte gameplay ga ik niet laten zien in deze video, maar ik wil er wel over praten, want ik heb dingen gezien en ik maak me zorgen. Ik maak me heel erg zorgen. Maar nogmaals, aan de andere kant, voordat we die geleakte gameplay bespreken, is het belangrijk om te weten dat het is geleakte gameplay. Het is allemaal van lage kwaliteit, opgenomen met een telefoon. Want ook al hebben we de beste telefoons ooit vandaag de dag, met de beste camera's die de mensheid heeft gezien, toch elke keer als we geleakte gameplay zien, dan is de videokwaliteit zo verschrikkelijk laag dat ik gewoon niet snap wie dat heeft opgenomen. Wie loopt er rond met een klaptelefoon uit fucking 2000 fucking 5? Wie doet dat? Wie neemt daarmee Sonic op? Ik wil het weten. Dus ja, met de kwaliteit van deze video's, als je ze zelf besluit te gaan kijken. Nogmaals, ik ga het niet laten zien, want Sega is daar niet zo blij mee. Maar nogmaals, als je deze video ziet, onthoud wel, het is geleakte gameplay. Kwaliteit is lager en dat doet de game niet zo heel veel goeds aan. Oké, dus deze trailer begint met een cinematic cutscene. Een pre-rendered cutscene. Tenminste, we noemen het een cutscene, maar we weten niet of dit daadwerkelijk een echte cutscene is. Door alle trailers heen, dit doet Sega altijd, hebben ze altijd van die grote CGI cutscenes die ze gebruiken voor de marketing. En vroeger gebruikten ze dat ook af en toe voor de games, maar tegenwoordig niet meer. En dat is jammer, want deze CGI cutscenes zijn altijd van hele hoge kwaliteit. Ze zien er altijd heel erg nice uit, dus ik hoop echt heel erg dat er een paar in de game zitten. Gewoon een paar kleine stukjes. Een begin, een middel en een einde. Want dat zorgt er gewoon voor dat de game wat grootser aanvoelt. Weet je wel? Alleen ik denk nogmaals dat dit gewoon puur is gemaakt voor de trailer. We krijgen een heel goed blikje op Sage, de nieuwe villain van deze game. Waarschijnlijk zal het zo'n dingetje zijn van, oh, plot twist is niet echt een slechterik. Maar ze wil gewoon Sonic en zijn vrienden beschermen voor de gemeenigheid die op het eiland zich bevindt. Iets in die richting, maakt niet uit. In ieder geval, we hebben haar stem gehoord. En ze klinkt als een typische robot mevrouw zonder veel emoties. Ik weet niet wat je daar meer over kan zeggen. Ze ziet er nog steeds cool uit. Ik ben benieuwd waar zij naartoe gaat. We krijgen hier en daar wat kleine gameplay clipjes te zien waar ik zo meteen wat dieper over ga praten. Alleen het ding is, toen ik deze gameplay clipjes zag, dacht ik één ding en ik dacht van, hey, dit lijkt wel heel erg veel op level design uit Sonic Generations gemixt met Sonic Forces. En naar wat ik heb gezien uit die geleakte gameplay, ja, ik was pretty much spot on. We krijgen een hele nieuwe wereld te zien. Een grote woestijn. Het is een woestijn. Ik ben zelf niet de grootste fan van zand en woestijnen. Ik vind dat altijd een beetje saai eruit zien. Er zijn maar weinig games die een woestijn voor mij echt interessant kunnen maken. Bijvoorbeeld Breath of the Wild vind ik dat Gerudo Desert heel erg goed was gedaan. En nog steeds is dat een van mijn minst favoriete plekken uit die gehele game. Dus ik weet niet of het de beste keuze was voor Sega om een generic graseiland en een generic woestijneiland te showcasen voor deze game. Ik bedoel, de game komt binnenkort uit en
om alleen maar die twee dingen te hebben gezien. Ik bedoel, de Sonic Flare, waar ik het in eerdere video's over heb gepraat. Die zien we wel in de cyberspace levels. Daar zie je de echte goede oude Sonic Flare. Je Green Hill Zone, je Chemical Plant, je Sky Sanctuary. In die levels zie je die goede oude Sonic dingen. Alleen het probleem is, dat zijn goede oude Sonic dingen die heel erg goed zijn, maar wel heel erg oud zijn. En ik al honderden keren heb gezien in verschillende Sonic games. En ik heb eerder gepraat over dit in mijn vorige video. Sonic Frontiers is Sonic Frontiers Sonic Generations 3. En zo voelt het wel echt aan. Er zitten hier en daar een paar wat unieke levels in. Maar dat is hetzelfde als met Sonic Forces. Er zitten hier en daar een paar unieke dingen in. Maar over het algemeen is het gewoon gereused van andere games. En dat vind ik erg jammer. Dus ja, ik denk dat we over het algemeen wel de hoop kunnen opgeven over het feit dat we iets meer gaan zien in de grote open wereld of de grote open zone zelf van Sonic. Ik denk dat de game gewoon blijft van, oh, het is een gras eiland en een woestijneiland. Waarschijnlijk zit er ergens een wintereiland en een vuureiland tussen. En ik denk dat we niet echt iets meer dan dat gaan krijgen. En dat vind ik echt jammer. Vervolgens kregen we een cutscene te zien van Sonic die Amy wint. En nu zien we eigenlijk wat de game eigenlijk echt over gaat. De vorige paar trailers hebben dat niet goed gecommuniceerd. Maar het is dus echt zo van, Sonic gaat echt op zoek naar zijn vrienden. En hij moet naar de cyberspace levels om items te halen, sleutels te vinden, om eigenlijk naar zijn vrienden te komen en ze te bevrijden. Het is echt heel erg Mario Odyssey stijl, maar dan met Sonic. En dat klinkt heel erg cool, alleen dan zie je die open wereld weer. Maar dat terzijde, we zien dus Amy zit vast in een groot rood ding. En ze is helemaal geglitcht en weet ik het wat. Waarschijnlijk is dat niet echt Amy. Misschien is het een hologram. Misschien is ze gedamaged of zoiets op dat eiland. Misschien is het hele plot van, oh, we moeten snel van het eiland af. Of we worden steeds meer veranderd in data en verdwijnen. Want dat zien we ook een klein beetje later in de trailer. Waarbij je Sonic zijn arm helemaal rood en kapot ziet gaan. Misschien is dat een dingetje van, oh, we veranderen langzaam in data. Je moet snel opschieten, Sonic. Dus de trailer eindigt met nog wat clipjes van gameplay. En natuurlijk die ene cutscene waar ik het eerder over had. Waarbij je Sonic's arm kapot zien gaan. Dus ja, dat is de gehele trailer. En dan natuurlijk krijgen we de box art van de game. En ik moet zeggen, de box art, geweldig. Echt, jullie weten dat ik een fan ben van de box art. Ik zou zeggen, deze box art is waardig om de game minstens 2 keer fysiek te kopen. 1 keertje op Xbox, 1 keertje op Switch en misschien 1 keertje op PC, ondanks de DRM. Maar ik wil hem heel erg graag spelen op mijn Steam Deck. Waarom zou ik hem willen spelen op mijn Steam Deck? Omdat ik heb de Switch versie, maar de Switch versie gaat waarschijnlijk zuigen. Dus dan heb ik tenminste de Steam Deck versie en sowieso de PC versie in het algemeen. Die wat minder gaat zuigen. Alhoewel, ik heb ook Sonic Generations geprobeerd te spelen op de Steam Deck. En dat werkte niet. Dus ja, nogmaals, dit was over het algemeen een goede trailer. Ik heb het gevoel dat als dit de eerste trailer was die ze hadden uitgebracht, dat de reactie op Sonic Frontiers een heel stuk beter had geweest. Ik denk dat mensen nog steeds een probleem, waaronder ik denk dat we nog steeds een probleem hadden gehad met het feit van, oh, het is gewoon een generic gras open wereld en een generic zand open wereld. Maar je zou dan wel meteen zien van, wat is er aan de hand? Wat is het verhaal? Wat zijn de collectibles? Wat is het doel van de game? Zijn er Green Hill of zijn er nog lineaire Sonic stages? Dat hebben we ook gezien. Ik denk dat als deze trailer de eerste trailer was geweest, dat er een heleboel dingen beter zouden zijn geweest aan de game. Of tenminste niet aan de game zelf, maar aan hoe mensen kijken naar de game. Want nog steeds hebben mensen elke keer als ze denken aan Sonic Frontiers die eerste gameplay in gedachten die niet goed representatief was voor wat de game daadwerkelijk was. En ik denk dat het verstandig is voor Sega om eigenlijk steeds meer van dit soort trailers te produceren en eventjes die gameplay van Gamescom gewoon officieel te uploaden op hun account. Ik ben er heel erg ziek van dat ik naar telefoonfootage moet kijken. In ieder geval, gesproken over die telefoonfootage, nogmaals, ik ga het niet laten zien in deze video, want ik wil niet worden neergehaald. Ik krijg heel erg Sonic Forces vibes van de gameplay. Het probleem is met Sonic gameplay, en dat was ook met Sonic Forces, maar dat is met elke Sonic game ooit. Als je ernaar kijkt, dan is het heel erg moeilijk om voor jezelf te bedenken van, hoe speelt dit nou echt? Want Sonic is echt een game, in mijn mening, dan wat je zelf moet spelen om echt te kunnen voelen of de game nou wel of niet goed is. Omdat het zo erg te maken heeft met snelheid en platforming. Je kan niet zomaar naar zo'n game kijken en zeggen van, oh ja, dat ziet eruit alsof het kut speelt. Dat gezegd te hebben, het ziet eruit alsof het kut speelt.
Als ik zo kijk naar de lineaire stages, het lijkt er echt op alsof Sonic niet gemaakt is voor deze stages. Het is een beetje hetzelfde als met Sonic Forces, waarbij, ja, er zijn lineaire stages. Alleen alles werd zo geautomatiseerd in die game, dat het niet, dat als Sonic een klein beetje van het pad afging, het totaal niet voelde alsof Sonic in die levels thuis hoorde en alsof hij gemaakt was voor die levels. Sonic Forces schijnt het beste wanneer alles gaat zoals het hoort te gaan. Maar natuurlijk is het een Sonic game, dus mensen gaan speedrunnen en het zal niet altijd gaan zoals het hoort te gaan. En dat zie ik hier ook. Ik zie hier een heleboel clunkiness en jankiness en dingen die me doen denken aan Sonic Forces. Nou, als ik kijk naar de open world gameplay, ziet het er een stuk beter uit. En ik denk dat dat er een stuk beter uitziet, omdat de gameplay origineel gewoon gemaakt is voor de open zone gameplay en niet zozeer voor deze kleine lineaire stukjes. Alleen dan komt een nog groter probleem. De level design van deze levels, van wat ik heb gezien, zijn een beetje remixes van Sonic Generation levels. De paar levels die ik heb gezien, wat Green Hill Zone en Chemical Plant waren, ik heb daar de gehele levels van gezien, van de leaked gameplay. Ik schaam nog steeds, maar ik zat ernaar te kijken en ik dacht van dit komt me heel erg bekend voor. En toen ging ik kijken naar wat comparison footage met Sonic Generations en de level design lijkt er echt gecopy-paste uit te zijn. En nogmaals, we moeten de game zelf spelen. We kunnen nog niet te veel conclusies trekken. Maar als ik dat zo zie, als ik zie dat ze letterlijk gewoon een beetje Generations levels gaan remixen, dan vraag ik me af of deze cyberspace levels wel zo goed gaan voelen om te spelen of uniek gaan voelen om te spelen. Dan krijg je een beetje hetzelfde effect als Sonic Forces, waarbij als je een bocht wil maken, je amper een bocht kan maken en van een level, een platform afvliegt. Wat een heel groot probleem was in die game. Daarbij lijkt de level design die niet direct van Generations gepakt lijkt te zijn echt heel erg blokkerig. Nog blokkeriger dan de hele aesthetic van Sonic Lost World. Maar het ziet er blokkerig uit. Dus hoe ik momenteel kijk naar die cyberspace levels, doet het mij gewoon heel erg denken alsof dit heel erg gewoon matige Sonic Generations levels zijn. En dat was Sonic Forces ook. Dat was ook een matige Sonic Generations. Dus ik hoop dat dit gewoon het voorbeeld is van een paar levels. Want het schijnt dat er een heleboel van dit soort cyberspace levels hoort te zijn. En dit waren maar twee levels die dit deden, van wat ik had gezien. Dat zijn maar twee levels van de verschillende levels die in deze game zitten. Dus misschien is het alleen een probleem met deze twee. Aan de andere kant, het is wel heel erg toevallig dat we deze problemen bij iedereen zien die deze game heeft gespeeld. Het enige wat mij een klein beetje blij maakt, is het feit dat mensen de game goed vinden. Zo van alle artikels die ik lees over deze game, alle video's die ik zie van mensen die de game hebben gespeeld, de meesten zeggen allemaal dat het een goede game is. Dat het fantastisch is. En het feit dat we dat zien bij een Sonic game, dat doet me echt gigantisch goed. Dus misschien is het gewoon een heel groot probleem van outsider perspective. Dit is het hele probleem met niet een demo hebben. Sonic Forces had een demo. Dat konden mensen uitproberen. En toen konden ze zien wat de horrors waren van die game. Maar doe een demo van deze game. Gooi het op de eShop, gooi het op de Xbox Store. Weet ik het wat allemaal. De Microsoft Store, zo heet dat niet, de Xbox Store. Gooi het gewoon op de online stores. Geef ons een demo. Geef ons één cyberspace level. Gewoon puur zodat we een beetje kunnen rondklooien met de controls en met de levels en gewoon kunnen kijken van hoe werkt deze game. Geef ons meer officiële gameplay van deze levels en van Sonic Frontiers. Geef ons gewoon wat meer. Zorg ervoor dat we wat meer kunnen begrijpen. Geef ons wat meer context voor wat er gaande is. Want dat is het grootste probleem wat deze game heeft tot nu toe. En dat is die context. Elke keer vragen we ons af van is dit wel het complete plaatje? En elke keer blijkt er nog iets anders te zijn. In ieder geval, mensen, vertel me wat jullie denken van Sonic Frontiers. Ziet het er goed uit? Ziet het er niet goed uit? Heb jij ook gezondigd zoals ik en heb je gekeken naar de geleakte footage? Of ben je iemand die in zijn handjes klapt, zoals ik eigenlijk hoor te doen? En ik doe dat niet. Het spijt me enorm. In ieder geval, laat me weten wat jullie ervan denken in de reacties. Ik wil het heel erg graag van jullie weten. En vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer ze ook wel leuk zijn. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!